documenten en leveranciers. Als eerst wil ik beginnen met te constateren dat de voorstanders van de stelling een beetje lijken alsof ze tegen de stelling zijn. Want ze geven zelf toe dat biologisch afbreekbaar afval nog absoluut niet voldoet aan hetgeen waarvan zij verwachten dat het moet voldoen. Er is nog geen onderzoek gedaan. Niemand gelooft erin. Nou, waarom zullen we dan aan gaan beginnen? Zij kwamen met het gemaksargument. Het composteert, dus lost het zichzelf wel op. Nou, heel fijn. Maar er zullen nog steeds mensen zijn die het in de natuur zullen gooien. Dat verandert niet. En dan zeiden zij, ja, maar de discipline van het volk moet bijgescherpt worden. Dan lossen we alles op. Nou, dames en heren, de discipline van het volk, dat lijkt mij een utopie. Als de discipline van het volk zou kunnen bijgeschaafd worden, was het al lang gebeurd, was deze wereld al lang een betere plek geweest. Dan hadden wij ons eigen argument, het economisch argument, het psychologisch argument en het duurzaamheidsargument. Het economisch argument. Dit plan is economisch gezien onhaalbaar, dames en heren. Gaat alsjeblieft even zitten. Tenzij alle landen in de wereld meewerken, kan dit plan nooit uitgevoerd worden in Nederland, omdat Nederlandse bedrijven eraan failliet zouden gaan. Zegt u. Debatteren wij hier bij het Nederlands Debatinstituut niet over wat juist Nederland moet doen en wat effecten zijn voor Nederland? Ja, natuurlijk moet praten over wat effecten zijn voor Nederland. Precies, wat effecten zijn voor de Nederlandse bedrijven. En stel, dit wordt ingevoerd, zullen deze bedrijven ernstige verliezen leiden en hun concurrentiepositie zal vreselijk dalen, dames en heren. Het psychologisch argument. Biologisch afbreekbaar afval, dat ligt alsnog 1 tot 3 jaar in de natuur. Dus dat ligt er nog, daar kun je nog vosjes in stikken of de visjes doorheen zwemmen. En ons psychologisch argument is dat mensen eerder zullen denken, ik kan het toch wel weggooien, het lost zichzelf op. Probleem opgelost, gewoon in de natuur gooien, geen probleem meer. Gaat u alsjeblieft even zitten. Dan hadden wij het duurzaamheidsargument. Zijn biologisch afbreekbare verpakkingen wel zo duurzaam? Lost dit het smelten van de poolkappen op, dames en heren? Dat vraagt mij ten zeerste af. Voor het produceren van deze biologisch afbreekbare verpakkingen zal heel veel wereldvoedsel weggegooid worden. Er zullen bossen gekapt worden. Die bossen, zoals het oerwoud, de long van onze wereld, zullen eraan gaan. En dat allemaal voor deze biologisch afbreekbare verpakkingen. Is dit het waard, dames en heren? Nou, het economisch argument, het psychologisch argument en het duurzaamheidsargument. Om te vertellen dat producenten geen biologisch afbreekbaar afval hoeven te gebruiken om hun producten te verkopen. Met hetzelfde gemak gooit dit in het prullenbak. Dank u wel.